Dit is een videoproductie van de lokale omroep Mil. Goedemiddag, ik ben Geertje van der Hurk van KNVB-Veld, subcommissie Drones en lid van Team MRO. Vandaag hebben wij de tweede ranking van het NK Outdoor 2019 georganiseerd bij de vliegclub De Red Baron in Wilbertoord. Dit is ranking 2. Dit jaar hebben wij 5 rankings en een EK-WK-selectie in Diepeveen. Vandaag hebben wij 30 piloten die strijden voor hun positie op het landelijk NK. En we hebben ook nog een keer een dagfinale die momenteel gaande is. Daar strijden de beste 16 voor de beker van de dag. Dit jaar hebben wij binnen Nederland 34 piloten die mee willen doen voor de ranking. De hoge opkomst van vandaag, 30 piloten die dus strijden. Eind augustus, begin september zijn dus de volgende rankings verdeeld over Nederland. We hebben rankings in Veendam, ranking in Wilbertoord, in Vught, in Deventer en ook een in Katwijk. En die finale is in Diepenveen, vlakbij Deventer dus. De meeste piloten met een 5-inch quadcopter. De batterijen zijn 4S en 6S zoals we dat noemen. Dat is een spanning van 16 tot 25 volt. En deze jongens die vliegen heel hard. Ik denk dat de topsnelheid van deze rond de 140, 150 zit op het circuit zoals deze. We hebben ook weer vandaag een circuit wat technisch en snel is. Dat wil zeggen veel objecten die je goed moet nemen. En wat rechte stukken voor de mooie snelheid.